Mijn naam is Joep van Gorp, ik ben 21 jaar. Mijn bedrijf is joepvangorp.nl en ik ben cultureel ondernemer. Ik ben gestart in januari 2013. Ik heb het MBO gedaan, ROC Tilburg, evenementenorganisatie. En ik heb daarna een jaar rockacademie gedaan, drumafdeling. Tijdens mijn afstudeerstage ben ik in aanraking gekomen met Mundial. Daar heb ik daarna nog 2 jaar op contract gezeten voor verschillende culturele projecten. En daarnaast heb ik bij Muziekcentrum Gorp, mijn ouders, heb ik ook het een en ander gedaan, voornamelijk promotie. Ik werd in december 2012, kwam ik bij mijn Mundial op gesprek, kijken of we het contract konden verlengen. Dat kon niet vanwege subsidies en allerlei omstandigheden. En daarnaast zat ik ook al een hele tijd te kijken naar de mogelijkheden om eventueel zelfstandig te gaan en daar nieuwe projecten mee op te zetten en vooral ook management en boekingen te gaan doen. Dus dat kwam mooi samen en sindsdien ben ik eigenlijk zelfstandig. Over een jaar kan ik een auto betalen en eigenlijk net zoals nu. Gewoon, ik kan ervan leven en ik heb ontzettend veel leuke projecten. Dus als ik een auto en een mooi appartementje heb, vind ik alles prima. Mijn bedrijf wordt een succes, omdat het eigenlijk al een beetje dat is. Ik ben nog een jaar zelfstandig en ik kan van mijn inkomsten leven. Ik heb ontzettend naar mijn zin, ik kan veel leuke dingen doen. En ik hoop gewoon dat ik nog meer culturele projecten kan ontwikkelen en ook misschien iets meer in de zakelijke markt. Waardoor ook andere mensen naast mij meer in de markt kunnen gaan doen en dat we vooral veel leuke dingen kunnen ontwikkelen. Dat is eigenlijk waarvoor ik sta en wat ik wil blijven doen.